Alle schouwrondes in Dordrecht zijn wegbezuinigd, behalve één in het park Merwestein dat gisteren plaatsvond. Het is natuurlijk ook wel heel goed, want het park heeft natuurlijk ook de hoogste onderhoudsstatus van de gemeente, de categorie A. En wij denken dat het gewoon heel goed is dat daar gewoon heel nauw op wordt toegezien. Het onderhoud, toezicht, handhaving van regels rondom het park en in het park. Dus dat, we zijn er erg blij mee. Iedereen kon hun zorgen uiten en vragen stellen over het park. Verschillende punten kwamen aan bod. Nou ja, sommige punten zijn altijd lopend, want je blijft toch altijd houden dat mensen hier blijven fietsen. Dat er, het probleem van de hondenpoep natuurlijk. Dus dat soort zaken blijven hier altijd houden. Natuurlijk ook onderhoud van de paden, wat toch altijd, altijd gedaan moet worden. En waar we altijd zien als het weer enorm geregend heeft, dat er toch weer een enorme plassen komen. Dus dat blijft een punt van aandacht. Ja. Ik heb zorgen, het onderhoud is over het algemeen is het goed, maar ik zie nu ook weer dat de gemeente een aantal bezuinigingen wil doorvoeren en veranderingen in de beplanting wil aanbrengen. En waarvan ik denk dat het een beetje verarming is voor het park. Maar volgens de deskundigen zou dat allemaal goed komen en zou het er weer mooi uitzien.